houden we Zuid-Holland bereikbaar? Hoe verdienen we straks ons brood? En hoe kom je dan van huis op je werk? Het is de grote puzzel voor de komende jaren. Want tot 2040 komen er in Zuid-Holland 400.000 mensen bij. Die hebben banen en huizen nodig en moeten makkelijk van werk naar woning kunnen reizen. Met kleine aanpassingen in de huidige infrastructuur gaan we het niet redden. Flinke investeringen zijn nodig om te voorkomen dat het netwerk vastloopt. We richten ons op het verbeteren van de OV-lijn Leiden-Dordrecht. Met een schaalsprong OV en dus versterking van hoogwaardig OV verbinden we de belangrijkste bouwlocaties voor 170.000 nieuwe woningen en de economische kerngebieden in onze regio. Zo koppelen we ook de universiteiten van Leiden, Delft en Rotterdam en daarmee de vakgebieden quantum, artificial intelligence, cybersecurity en geavanceerde geneeskunde. En versterken we daarin onze positie als wereldleider. Vanuit de lijn Leiden-Dordrecht verbeteren we ook de duurzame verbindingen naar bijvoorbeeld Rotterdam-Zuid, Den Haag-Zuidwest en de Binkhorst, Westland, Zoetermeer en Nissewaard. Tot in de haarvaten van onze regio. Zo worden werk, onderwijs en recreatie voor iedereen bereikbaar. We bouwen huizen en bedrijven langs snel openbaar vervoer en zorgen voor een goede aansluiting op en doorontwikkeling van OV-knooppunten in de hele regio, zoals Randstadrail en de Hoekse Lijn. Voor bedrijven wordt het dan nog aantrekkelijker om in de buurt van het OV te zitten. Zo versterkt onze economie en de agglomeratiekracht van de regio. En de gebieden waar we zuinig op zijn, maken we op een duurzame manier bereikbaar. Het groen, de bossen, het strand en de zee. Een frequent en hoogwaardig netwerk van Lightrail tussen Leiden en Dordrecht, dat aansluiting heeft op het OV in de hele regio, maakt Zuid-Holland bereikbaar, leefbaar en sterk. Zodat we, ook als land, in de toekomst welvarend kunnen blijven. Want als Zuid-Holland bloeit, plukt heel Nederland daar de vruchten van.